Nee, mevrouw Derksen is mijn derde echtgenote. En die is uiteraard wat jonger. En die heeft een totaal andere smaak. Want dat is zo'n 70er jaren smaak. En dat vind ik vreselijk. Die houdt erg van Pink Floyd. En ik haat Pink Floyd. En die houdt van U2. En ik ben ooit met haar naar een concert van Yes geweest. Toen ben ik halfweg weggelopen, want ik werd daar heel nerveus van. Zo'n gozer begon aan een gitaarsolo en die hield niet meer op. En terwijl ik riep van ik ga een sigaar roken buiten, hoorde ik haar nog net zeggen, dit is mijn favoriete nummer. Ik denk, nou zoek het lekker uit met je favoriete nummer. Hè? Nee, ze vindt alles wat ik draai, vindt ze treurig en zwaarmoedig en daar wordt ze niet vrolijk van. Dus daarom heb ik hier boven mijn eigen muziekkamer en mijn vrouw is beneden de baas en ik kan hier draaien wat ik wil. En je moet nooit mensen opzadelen met jouw smaak. Want het is heel irritant. Ik weet dat als ik thuis kom en die lul van Pink Floyd, die staat weer gitaar te spelen. Dan denk ik, oh, daar heb je hem weer, weet je wel. Maar dat heeft zij met mijn muziek. Bijvoorbeeld, ik hou erg van PJ Proby. Nou, dat vindt ze walgelijk. En Mickey Newbury, dat kan ze niet tegen. Dat vindt ze allemaal sentimentele kitsch. Ja, ik heb een smakeloze vrouw getrouwd, blijkbaar. Nee, ik ga niet naar popfestivals. Daar ga ik niet naartoe. Want ik ben drie keer in de week met mijn kop op tv om over voetbal te praten. Want de schoorsteen moet ook roken en bij Rijnmond word je alles maar niet rijk. En als ik op zo'n popfestival, een popfestival kom ik sowieso niet, hè? Hebba. Nee, maar als ik op een bluesfestival ben, het probleem is dan, dan wil iedereen weten wie de kampioen wordt. En dat interesseert me geen reet. En tegenwoordig, als je op tv bent, dan willen alle vrouwen van middelbare leeftijd met je op de foto. Dus dan sta ik de hele dag met een onaantrekkelijk wijf om mijn nek in een telefoontje te lachen. En dan denk ik, nee, dat doe ik niet. Als je naar Paradiso gaat en dat soort tenten, dan heb je dat veel minder. Dan laten ze je met rust. Maar popfestivals, die mijd ik. Nou, ik ben geen romanticus, maar je krijgt een soort stempel en een imago door die tv. En die tv, dat is een discussieprogramma. En als je zo ijdel bent om naar de tv te gaan, dan moet je daar je mening geven. En ik heb een zwart-wit mening, dus als ik iets niks vind, dan zeg ik het. En dan krijgen de mensen een bepaalde indruk van je. En als ik die mensen dan tegenkom, dan zeggen ze altijd, als ze weer weggaan, een beetje teleurgesteld bijna van, goh, hij valt eigenlijk wel mee. Want mensen vinden het ook wel mooi, zo'n onbeschaafde man die alles maar roept. Maar zo ben je natuurlijk in het dagelijks leven niet. En zo kritisch als ik ben op die snotapen die eerder miljonair zijn dan dat ze volwassen zijn en op hun 18e financieel onafhankelijk zijn en die denken dat ze onze lieve heer zijn. Zoveel passie en liefde kan ik opbrengen voor de muziek. Dus daar praat ik heel anders voor over. En ja, dat vinden mensen wel eens gek. Maar ik vind sommige bands vind ik ook volkomen bullshit. En dan zeg ik dat ook hoor. En ik lees wel eens recensies over cd's. En dan denk ik, ja, dat slaat helemaal nergens over. Maar als ik een plaatje op de radio draai, dan vind ik dat op een of andere manier een aardig nummertje. Want anders draai je het niet. Want het is mijn programma. Het is, de muziek komt allemaal uit mijn kast. Dus wat ik draai, vind ik allemaal heel aanvaardbaar, want anders zou ik het niet doen. O.C. Smith en The Son of Hickory Hollers, Tramp. Na zijn muzikale carrière deed Johnny Lyon nog erg veel, want hij had een boutique in Amsterdam met zijn vriendin Sophie van Kleef. Hij acteerde in de film Liefdesbekentenissen van Wim Verstappen. Hij was fotograaf, hij was journalist, maar hij was vooral begin jaren 60 de populairste zanger van Nederland. En daarom liep hij vandaag ook als een rode draad door het programma. Dit is de laatste bijdrage van Johnny Lyon en de Jumping Jewels. What am I living for? Nou, ik loop natuurlijk al heel lang mee in de muziek, want wat heel veel mensen niet weten, dat ik in begin jaren 70 heb ik jaren bij een platenmaatschappij gewerkt. Dus ik heb heel wat singles en LP's gemaakt die niet goed verkochten en heel snel bij de uitverkoop lagen.
En ik ben zelfs de man die ooit Herman Brood geweigerd heeft, omdat ik dacht, daar komt niks van terecht, want dat is een junk. En die ging toen naar een andere maatschappij en werd de grootste rock'n'roll artiest die Nederland ooit gehad heeft. Dus ik had er al vroeg verstand van. Ik kan uitstekend zingen, kan ik je vertellen. Ik heb hier in de gang nog een gouden plaat hangen. Ik heb nummer 1 op de Nederlandse hitparade gestaan. Dus die mevrouw die begrijpt er niets van. En ik was een hele redelijke drummer vroeger. Maar dat is de mevrouw uit het Elvis-kamp. En ik heb daar meer klachten over gehad. Ik heb ooit eens gezegd dat Elvis niets meer of minder is dan een coverzanger. Kijk, die man die kon heel goed nummers van anderen zingen. Die zong die vaak beter dan de originele versie. Maar hij heeft nog nooit bijvoorbeeld een aardig nummertje zelf gecomponeerd. Dus Elvis was een goede zanger, maar geen creatieve man. Die deed gewoon anderen na. Weet je wel, P.C. Proby moest vroeger het nummer inzingen. En dan kreeg Elvis het op een lakplaatje en die draaide het thuis en die zong P.C. Proby na. En Elvis is er miljonair van geworden en P.C. Proby die heeft er geen stuiver aan overgehouden. There's a place for us, somewhere a place for us. En hier bewijs, als je bullshit maakt, heb je succes. Smakeloze liedjes over het Nederlands elftal, nummer 1 in de hitparade en een gouden plaat. Die zou je toch doodschamen. Als ik thuis een grote bek heb, zegt mijn vrouw altijd, die hoeft niet zo uit te sloven, er is geen camera bij. Nee, ik ben nog redelijk fit en ik ben sinds een jaar met pensioen, maar ik heb het nog nooit zo druk gehad. En ja, ik heb altijd gewerkt volgens het principe, ik ben niet de meest creatieve en niet de meest talentvolle man van Nederland. Maar ik sta 's ochtends vroeg op. Kijk, zo'n dag als gisteren, dan heb ik om 9:00 een afspraak in Amsterdam, zit ik om 7:30 in de auto. En 's avonds om 12:00, 1:00 kom ik weer deze kant op, want dan heb ik allerlei afspraken en nog een tv-programma erachteraan. En dat heb ik 3 keer in de week. En ik kom tijd tekort, ik werk 7 dagen in de week, maar dat is geen verdienste, dat is een soort drive die in je zit. En we gaan langer mee, hè? Als mijn vader was bij de politie en die ging met zijn 55ste met pensioen. Dat vond ik toen al een oude man. Als hij op zijn 55ste met een koffertje met cd's naar een radiostation gegaan was om plaatjes te draaien, hadden we de dokter gebeld. Maar mijn kinderen die vinden dat heel normaal. Dus je gaat gewoon langer mee. Kijk, de oude Hans Kraai zegt ook altijd tegen mij van, je hebt nou zo'n leuke baan, je hebt het maatschappelijk zo goed gedaan. Waarom heb jij nog steeds dat George en Jimmy haar? Weet je, dan denk ik, ja, ik ben daar gelukkig mee. Laat mij maar George en Jimmy haar hebben. Ik draai in de auto nooit cd's. In de auto heb ik altijd Radio 1 heet dat geloof ik opstaan. Want daar krijg je de files door en dan lezen ze de krant voor. Dus dan word je een beetje op de hoogte gehouden met de actualiteit. En voor de rest luister ik in de auto niet naar radiostations, want dat is allemaal precies dezelfde bullshit. Het is softrock, hè. Het is Bon Jovi of Toto of omgekeerd, maar ik vind het altijd heel vervelend. En dan heb je ook nog die scheidlollige discjockeys die dan je toespreken of dat je een kleuter bent. En dan komt er nog een sidekick, die zit er doorheen te schreeuwen, ze lullen door de intro's heen. Het is één grote bron van ergernis. Nee, er is maar één goede discjockey in Nederland. Ja. Ja, ja, het is gênant, maar ik ben het. Klopt. Johnny Lyon en de Jumping Jewels, Doa Diddy Diddy. Rita Wilson, dat is een zangeres uit Malibu in Californië. En ze maakte een heel mooi album, dat heet AM, FM, en dat heeft iets met radiozenders te maken. En op dat album staan hele smaakvolle covers. En deze mevrouw die moet wat voorstellen in de music scene in Californië. Want als gasten doen mee Jackson Brown, Faith Hill en Vince Gill. En het nummer kent u ongetwijfeld van de Everly Brothers. Rita Wilson, All I Had to Do Is Dream. Dream. Broken Man van Matt Anderson, daar krijg ik persoonlijk ontzettend kippenvel van. En Matt Anderson heeft net in deze ruimte 14 dagen heeft hij
gelogeerd. Want die jongens die zijn dan op tournee door Europa, maar die verdienen zo weinig. Als hij dan iedere nacht een hotel moet betalen, dan komt hij haast zonder geld terug in Canada. Dus als hij dan in Europa is, dan slaapt hij hier. En dan van hieruit gaat hij Nederland en Duitsland door. En dan zit met dat ontzettende grote lijf in zijn onderbroek, bijzonder onsmakelijk, op mijn bank. Maar je hebt geen last van Matt, want die komt 's nachts terug naar een optreden. Dan gaat hij skypen en mailen met zijn familie in Canada. En hij houdt dus de Canadese tijd houdt hij aan. Dus hij doet niet aan Nederlandse tijd. En dan om een uur of 8, 9 's ochtends gaat hij naar bed. Dan komt hij om 4, 5 uur zijn nest uit. Dan drinkt hij wat en dan stapt hij in de huurauto. Dan gaat hij ergens in Nederland, België of Duitsland optreden. En dan 's nachts komt hij weer terug. Dus we zien hem haast niet. Het kind slaapt alleen. You can't take the home from a homeless man. You can take away your streets. You can't threaten a man with nothing to lose or bruise him when he's beat. Als ik moet kiezen tussen voetbal en muziek, dat is heel makkelijk. Dat is muziek. Kijk, voetbal, dat is mijn werk. Dat heb ik 40 jaar gedaan en daar heb ik de kost mee verdiend. En met muziek is geen droog brood te verdienen, maar muziek is mijn passie. Maar omdat ik altijd zo in dat voetbal actief was, dan moet je namelijk een soort tegengif hebben. Een hobby die niks met voetbal te maken heeft. Want anders ga je ook nog denken dat het balletje echt belangrijk is. Hè? Die zijn van die mensen die werken in de voetballerij en dan gaan ze 's avonds wat doen bij hun amateurclubje of zo. Of in een bestuur zitten. En als ik terug was uit het voetbal, dan wilde ik lekkere muziek horen en ging naar concerten. Weet je wel, ik vind een goed concert vind ik belangrijker dan een leuke wedstrijd. En in het verleden kon ik die keus vaak niet maken omdat ik moest werken. En ik ben nu op een leeftijd dat ik dat zelf uitmaak. En ik ben al jaren niet in een voetbalstadion geweest. En ik ben kind aan huis bij alle concertpodia in Nederland. Dus ik kies altijd voor muziek. Ik ben helemaal geen gezellig type. Ik hou niet van hossen, ik hou niet van feesten, ik hou niet van bruiloften en partijen en recepties. Ik ben bijvoorbeeld geheelonthouder, dus ik kom nooit in een café, want dan sta ik altijd buiten. Ik drink niet, maar ik rook wel, dus ik sta altijd buiten te roken. En ik vind het ook heel storend als je in een café zit, dan hebben ze een hoop bier of wijn er binnen gegooid en dan beginnen ze slap te lullen en dan zit ik erbij met twee Cola Zero, waar je al behoorlijk van begint te boeren en zo. Dat is niet aan mij besteed. En ook bij die tv, ik zit er 3 keer in de week in Hilversum. En als de aftiteling loopt, zit ik al in de parkeergarage, weet je wel. Ik doe niet mee aan afterparties. Ik kom ook nooit op bijeenkomsten van RTL. Presentatorendag krijg ik al 15 jaar een uitnodiging van. Ik moet er niet aan denken met al die griezels om daar een gezellige avond te hebben, weet je wel. Nee, ik bemoei me daar helemaal niet mee. Ik ben in Hilversum en ik doe mijn ding en dan ga ik weer naar huis. En hetzelfde doe ik bij Rijnmond. En ik vermaak me prima, maar ik ben geen gezelligheidsdier. Met z'n allen iets leuks doen is niet aan mij besteed. Laat me lekker met rust. Kijk, dit ben ik met de Jimmy Lefevre band, hè. Ik zit niet zo dik in de vrienden. In de voetballerij haat iedereen me. En dat tv-programma, dat maakt het er niet beter op natuurlijk. Maar de vrienden die ik heb, die heb ik in de muziek. In de muziek heb ik wel wat vrienden. En dat zijn ook wel mensen waar je op terug kunt vallen. En eigenlijk was mijn beste vriend altijd Harry Musquet. Daar ben ik 40, 45 jaar mee opgetrokken. En toen hij overleed, toen had ik ook echt het idee van, er is een familielid overleden, weet je wel. Want dan gaat Harry dood. En dan denk je, jee, daar hou je helemaal geen rekening mee dat Harry ook dood kan gaan. Hè? Maar ik was een kleine halve eeuw met hem opgetrokken. En ja, zo lang heb ik mijn ouders niet gekend. Mijn echtgenoten zeker niet en mijn kinderen ook niet. Dus ik was veel langer met Harry dan met wie dan ook. Maar dat was wel, dat heeft me toen wel erg aangegrepen. Toen heb ik echt een jaar, heb ik ook niet naar muziek van hem kunnen luisteren. Dan als er in de auto plaat van QB the Blizzards langs kwam, dan zette ik hem uit. Dat kon ik niet hebben.